Let op voor de drempel. Die hebben we straks niet meer. Hey Paul. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. 3E aan de buitenkant. Dat is aan die kant. Oh, dat is een grotere, hè? Bij het kleintje. Nee, het is niet de grote woning. Bovenin? Derde etage. Derde. Ben je er blij mee? Volgens mij wel. Ik wil het nog even zien. Even voelen hoe groot het is en zo. En ze hadden geschreven, de plafonds zijn toch 4 meter? Is dit 4 meter? Nou, het is best eens kunnen. Ik ben al bijna Nou, twee. In verband met de kerstversiering. Voor mij is het wel bekend terrein, omdat ik hier ben opgegroeid. En ik ken de buurt. En ik kwam hier naar Ben Bredius-bad, ging ik zwemmen met mijn vriendinnetjes. Liepen we die hele, hier de Spandammerbuurt, dijk af zo, langs de trein. Ja, ja, ik kom hier echt vandaan. Hoe is het? Het is spannend. Vandaag is het wel spannend. Als dit mijn nieuwe buren worden, wordt helemaal gezellig. Grote diversiteit, leuke artistieke mensen, open mensen. Dat wordt helemaal leuk. Kijk wat een mooie plek ze voor ons gecreëerd hebben. Dus ja, we gaan gewoon genieten met z'n allen. Dat hebben we gezegd en dat gaan we doen. Ja. Waar kijk je nu dan nog een beetje uit? Naar mijn nieuwe gordijnen. Dit wordt het. Dit wordt het. Die? Heeft u nog vragen? 4 meter hoog, dat is niet zo. Nee, het is geen 4 meter hoog. Nee, het is 2 meter 96. Ah, oké. Okay. Maar alsnog, is nog steeds hoog. Ja, ik vind het goed. We zijn in Nederland verplicht om 260 te bouwen. En het wordt hier 296. Ja, maar ik las ergens 4 meter. Nee. Ik denk, ach jezus, er zijn maar gordijnen tekort. Ja, maar, dan zit, maar er zijn op de begane grond hebben we woningen waarin dat wel het geval is. Ja. Nou, je ziet toch een stukje, het is een deel van je leven en dan zie je groeien. Het is geen kind, maar het is een deel van je leven.